Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel, die helpt. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Goedemorgen, 4 HAVO Wiskunde B. Welkom bij Wiskunde met meneer Snel. Vandaag gaan we het hebben over differentiëren. En differentiëren is echt fantastisch. Ik ga vertellen wat differentiëren is en hoe het moet. En het is echt mooi. Dus, nou, wat is differentiëren? Je schrijft het zo, met een trema op de laatste E. En differentiëren is eigenlijk gewoon een formule maken van de Helling-grafiek. Welkom! En de formule van de Helling-grafiek, dus formule van de Helling-grafiek, die heet, die heeft een heel beetje rare naam, de afgeleide functie. Nou, je kan moeilijk doen, je kan makkelijk doen. Er zijn gewoon wat regeltjes die je moet toepassen. En ik ga de regeltjes even opschrijven. En dan ga ik wat voorbeelden geven van die regeltjes. En eerst nog even één stukje notatie. Als de oorspronkelijke functie fx heet, meestal bij wiskunde heet de functie fx, toch? Gegevensfunctie fx. Dus als de oorspronkelijke functie fx heet, dan heet de afgeleide f accent x. En dat spreek je uit als f accent. F accent van x. Oké, nou, de regels zijn als volgt. Er zijn 4 regels. Er komt er morgen nog een regel, of volgende week nog een regel bij. De eerste regel is, als fx een constante is, dus zonder x, dan is de afgeleide van die functie gelijk aan 0. Maat, ik ben iets aan het vertellen. Ja, kijk even mee. Oké, als de functie gelijk is aan een getalletje keer x, dan is de afgeleide functie gelijk aan dat getalletje. Er komt zo'n voorbeeld. Dus als jullie zeggen, nou, dat vind ik wel eng. Ik ga het uitgebreid nog even met wat voorbeelden laten zien. Eerst nog even de laatste 2 regels. Als de functie eruit ziet als a keer x kwadraat, dus een getalletje keer x kwadraat, dan is de afgeleide functie gelijk aan 2ax. Dat is de derde regel. En de vierde regel is, die is eigenlijk het moeilijkst op te schrijven, maar het is de makkelijkste regel. Als de functie gemaakt is van 2 andere functies, als de functie gelijk is aan gx plus hx, dan is de afgeleide functie gelijk aan de afgeleide van g plus de afgeleide van h. Oké, dit zijn de regels. En nu komen de voorbeelden. Laten we zeggen dat fx is 3x kwadraat plus 6x min 3. Ja? Nou, deze functie is gemaakt van 3 losse functies. Zie je dat? Hij is gemaakt van 3x kwadraat, van 6x en van min 3. Als je de afgeleide wil opschrijven van die f, dan moet je ze alle 3 apart differentiëren. Nou, 3x kwadraat. Welke is dat van dit rijtje? Dat is die derde, dat is deze regel. Nou, volgens deze regel krijg ik een 2, dan het getal en dan een x. Dus dan krijg ik hier een 2, die 3 en die x. Dus deze, dat is de afgeleide van deze. Ik wil het even eronder schrijven, dat vind ik duidelijker. Dus ik ga even dit uitvegen en ik schrijf het eronder. F accent x. Oké, dus hier krijg je 2 keer 3 keer x. Dat is die. Oké, die 6x. Welke regel is dat? Dat is de tweede regel, want dat is iets keer x. Hè? 6x is van de vorm iets keer x. En het antwoord is gewoon, de afgeleide is 6.
En die min 3, dat is het laatste deel, dat is eentje van deze vorm. Daar staat geen x in. En als je geen x erin hebt, dan is de afgeleide 0. Dus die zie je niet. Dus de afgeleide wordt 6x plus 6. Oké. Nog een voorbeeld. Ik wil minstens nog twee voorbeelden doen. Gx is 3x min 5x². Ja? Deze functie is gemaakt van twee functies. Anna en Femme, gaan jullie maar even ergens anders zitten. Jullie hebben niks van deze les. Kijk het filmpje maar terug. Ik heb hier geen zin in. Oké, g accent x. Deze functie is gemaakt van twee dingen. Van 3x en van min 5x². Als ik 3x differentieer, gebruik ik deze regel. En is het antwoord gewoon die 3. En als ik min 5x² differentieer, dan is dat deze regel. Ik zie jullie graag aan het eind van het uur even terug. Krijg je dus, ja, die min die hoort gewoon bij die 5 eigenlijk. Die 2 krijg je volgens de regel. Dan heb je die 5, tot zo. En dan heb je die x. En dit kan je nog even uitwerken. Min 2 keer 5, dat is min 10. Dus dat is 3, min 10x. Oké, wat vinden jullie hiervan? Herkennen jullie dat ik steeds bij elk dingetje een van deze regels toepas? En herkennen jullie dat ik zo'n formule steeds even in stukjes hak en dat ik per stukje die regeltjes toepas? Daar gaat het eigenlijk om. Oké, nou, het laatste voorbeeld wat ik wil geven is wat moeilijker. Dat is deze. Hx is x keer x min 3. Deze functie is niet te vatten in een van deze vormen. Want er staat hier een vermenigvuldiging. Zie je dat? X keer x min 3, dat kunnen we niet. De regel is dat je altijd eventjes die haakjes moet uitwerken. Als je hier de haakjes uitwerkt, dan krijg je x kwadraat. En je krijgt min 3x. En nu staat die wel in de goede vorm. Nu kan je die regeltjes gaan toepassen. Oké, x kwadraat. X kwadraat is een speciale vorm van ax kwadraat. Maar a is gewoon 1. Dus hier staat 1x kwadraat. Dus als je dit gaat differentiëren met die regels, dan krijg je 2 keer 1 keer x. En met die, de min 3x, krijg je gewoon min 3. Nou, dan is het antwoord dus 2x min 3. En wat doen we nou de hele tijd? Net of je de hele tijd stuk gaat, Thijs. Hoe komt dat? Echt waar? Ik vind het moeilijk om te geloven. Maar wat doen we nou eigenlijk? Wat is die afgeleide functie? Die afgeleide functie, dat is de formule van de hellinggrafiek. Dus vroeger, als je de hellinggrafiek van iets wilde weten, moest je het in je rekenmachine invullen en de derivatie doen en allemaal gezeik. Hoeft helemaal niet meer. Je pakt de formule, je past deze regels toe en bam! Je krijgt de formule van de hellinggrafiek. En dat is fantastisch. En dat is differentiëren. Oké. Zijn hier opmerkingen over of vragen? Oké, dan sluiten we even af. Dank jullie wel voor de aandacht. Tot de volgende keer. Dag. Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Hij kan zien als je het onverschrijft. Minder snel, bro, ja, dat is een feit. HBO of universiteit, minder snel die soort dat jij bereikt. Tienen halen, je zou niet gaan vallen. Deze les is gratis, je gaat niet betalen. Om minder snel fout niet te haten. Vertel je moeder of vertel je vader. Ja, dit is les met minder snel.